Het jaar 1923. Jozef Indikeu, een brouwerszoon en zelf ook brouwingenieur, ontmoet Edouard Boes, een commercieel talent. Het klikt tussen de beide heren en samen richten ze de brouwerij Van Alken op. Hun ambitie? De eerste in België te zijn om een bier van lage gisting te brouwen. In 1928 is het dan zover. Vanaf dan wordt in het prachtige Limburg een pils gebrouwen die de kwaliteit van de uit Tsjechië afkomstige pilsbieren weet evenaren. Het bier groeit al snel uit tot een Limburgs icoon en wordt ook vandaag nog gebrouwen met dezelfde ingrediënten en op dezelfde wijze als toen. En ook vandaag nog is Limburg trots op zijn bier. En dat bier, dat is Kristal.